Ik loop in een korte broek als scheidsrechter zijn er natuurlijk. Naast de kantine van amateurvoetbalclub Steeds Hoger uit Rotterdam hangt een waarschuwing. Maar die was afgelopen zondag niet aan iedereen besteed. Tot twee keer toe werd de broek van scheidsrechter Rob Hos door omstanders naar beneden getrokken. Op zich schijnt het voor het publiek natuurlijk erg leuk te zijn, maar ik kan natuurlijk niet tolereren dat het publiek aan mij gaat zitten plukken. En dit is het betreffende broekje. Dit. En wat zit daaronder? Een onderbroek. Bij de thuisclub zijn ze woedend. Hier beweren ze dat het geen supporters van Steeds Hoger zijn geweest. Ik weet het niet. Als je de boerman kan verzieken voor een ander, dan zullen ze niet laten. Want het waren Marokkaan en Turkse jongens. Dus wat heb het voor nut? Niks. Scheidsrechter Hos heeft het veld dan al verlaten. En ik loop met de aanvoerder en toen achter mijn rug werd nog een keer mijn broek naar beneden getrokken. Wat een vernut, dat weet ik niet. Het lijken wel homo's. Dit is een trend. Dat is een trend bij hun volk. Dus, en dan zeggen ze wel eens, ja, wij als Marokkaanse, Turkse, we hebben iedereen moet respect hebben voor elkaar. Nou, ze hebben respect voor niemand, maar dat ook voor niemand ook. Rob Hos laat zich er niet door ontmoedigen. Hij blijft fluiten. Ik heb gisteravond nog gefloten. En toen bleef de broek aan. De broek bleef aan, ja. We gaan nu de broek omhoog trekken, oké?